Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Monkey Ball Banana Mania. In deze aflevering gaan we kijken of we een beetje ver kunnen komen in wereld 5, want dat... We hebben veel problemen, of problemen wil ik misschien niet per se zeggen, maar we hebben veel moeite gehad in ieder geval met de levels in wereld 4. Ik ben hier nog even aan het kijken wat de bedoeling is. Oh mijn god. Dit is weer een hele nieuwe ervaring, jongens. Ziet er wel mooier uit dan wereld 4, eerlijk is eerlijk. Oké, nou, level 1 van wereld 5 hebben we in ieder geval opdracht. Even kijken of we nog wat meer te... Oh, dit ziet er alweer spannender uit. Go. Maar zitten er dus portals in of zo? Oh, oké. Dit gaat waarschijnlijk niet helemaal zoals het moet. Nee. Oh, maar we halen wel dit platform. Oké, we hebben het platform gehaald. Oh. Ready, go. Oké, dit is spannend. Ik voel dat ze door blijven gaan. Wil ook ergens. Oké. Door blijven gaan was geen optie. Oh, wat zou er gebeuren als we door zouden blijven gaan? Ik denk dat dat geen goede methode zou zijn. Oh, ik ga veel te hard, ik ga veel te hard. Oké. Oh, dit is al een end. Dat is al een goal. Oké, ja, er zullen beneden gewoon andere goals zijn, maar dat vind ik dan niet interessant. We hebben al gewoon een goal binnen. Een soort ballenbak? Moet ik hier een soort van jump maken? Of? Oké, dat gaat redelijk automatisch. Game, haat me niet, alsjeblieft. Hurry up. Oké, thanks. Ik dacht, het wordt een easy peasy'tje, maar ik word hier best wel genaaid door wat ballenbakballen. Niet meer gratis, kom op. Ja. Waarschijnlijk beweegt het platform zelf ook, want... Ja, waarom pakt hij hem dan niet? Oh, dit is echt een keer level. Heb je maar 30 seconden voor dit level? Ja, dus... Wat is er met die ja ballen, man? Hurry up. 10, 9, 8, 7, 6. Ik kan gewoon ook niet die kant op en ik heb ook niet echt gevoel alsof ik er echt controle over heb. Oh, top. Ging niet zachter dan normaal, maar het zal wel.
Nice. Oké, gaaf. Volgende level. Ik zie een portal. Maar ik zag ook wat anders spannends. Oh, oh jee. Ik snap dit hele level niet. Ik ga het wel eens een keer in de snelheid. Oké, in die snelheid is het niet te doen in ieder geval. Level, jongen. Sommige levels denk ik van, oh ja, dit is wel fun, maar... Ik probeer ook op één kleur te blijven, maar dat is dus erg lastig. Het is niet elke keer de hele tijd. Het is niet hetzelfde patroon, dus dat is echt kut. Ingedrukt. Oh, ik dacht dat ik geel zou blijven. Ja, ja, het is dus echt gewoon random. Hier, nu bleef wel geel. Het is echt gewoon random. Het is zo'n onzin. Oh, nu blijft hij niet veel. Leuk spel! Ja, plotse, vlotse, vlots. Nou, weer een level gehaald hoor. We gaan naar 5-5. Oh jee. Ready? Go! Wel enig, ik zag wel allemaal knoppen. Ik heb met heel veel geluk om op het exacte juiste moment op pauze gezet. Dat wist ik, gewoon dat het zo moest. 5 op 6.
Oh jee, wat is dit? Moet je omhoog? Dat kan nooit goed zijn. Oh, ik haat dit hoor, level zo erg. Want je hebt niks in je eigen hand. Leuk. Nee, leuk level. Oh, dit level, jongens. Leuk ook van die camera. Oh ja, wacht. Dat is het onderwerp van het hele game. De camera is de bunhagger. Ik ben benieuwd wat jullie denken van dit soort levels. Ik ben snel geannoyed met dit soort levels. Wat gebeurde er? Dat is niet eerlijk. Ja, die wil ik. Maar dat vind ik echt niet eerlijk. Ja. Er zijn die platformen zijn ook nog zo kut. Ik vind het echt geen leuk level. Je hebt niks in eigen hand, dan haat ik altijd super erg. Die camera is zo slecht, hè. Dan is dit de remastered versie of zo, of de ultimate deluxe versie. En dan hebben ze nog geen goede camera gezorgd voor deze game. Ik weet eigenlijk niet of dit nieuwe levels zijn of dat dit van een van de oude games is, zeg maar. Daar heb ik echt geen idee van. Misschien kan iemand in de comments mij dat vertellen. Hier, hoe moet ik dan richten als die camera zo tyfus kut is? Nice, en opnieuw, ja.
Leuk. Ik denk dat... ik vraag me altijd af wat die mensen die dit level designen dan denken, zeg maar. Oh ja, dat is leuk. Je hebt geen controle over je bal. En als je de finish haalt, dan hoe heet het? Dus doen we daar gewoon nog een platform onder, zodat je gewoon weer genaaid wordt. Ja, dat is leuk. Laten we daar een level van maken. Ik denk dat dat zo gaat bij het maken van die levels. Hoe maken we het zo oneerlijk mogelijk? Wauw! Oh, nice. Ready, go. Fall out. Ready, ik ben zo geïrriteerd. Leuk. Fall out. Ready, go. Hier, hoe moet ik nu gaan richten? Richten is zeg maar onmogelijk. Fall out. Ready, go. Oké, nog een keer. Schiet me maar omhoog. Leuk, leuk, leuk. Ja, nee, dit stopt. Dit stopt. Hoeveel verschil zou ik maken als ik daar gewoon kon zien waar ik naartoe vlieg, zeg maar. Fall out. Ready, go. Kom op. Oh. Oké, ik moet die dichtstbijzijnde hier. Hurry up. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ik moet die dichtstbijzijnde bij de goal de start hebben. 1, 0. Time over. Interessant. Thank you.
Oké, zo moeilijk is hij dan helemaal niet. Maar ja, je moet het maar net weten. Oké. Oei. Ik zie even het level niet, maar misschien komt het nog. Oh, dat ging even niet goed met de camera. Och, jullie hebben dat nog meer gehoord. Maar hoe werkt het level dan als je niet elke keer niet omhoog kan? Het lijkt wel of het rechts helemaal niet kan. Nou, over links gaat het prima, dus doen we het gewoon zo. Als je denkt dat je de cut levels hebt gehad, schijnt hier elke keer weer een nieuwe. Dat was ook niet de optie. Ik heb een idee. Maar dat gaat niet meer lukken in deze snelheid, denk ik. Oké, Milundro heeft weer een idee. Ik denk wel dat het strat is.
dat is de strat, naar mijn mening. Dat is mijn strat. Oké, okay, let's go. Dat bedoel ik. Dat is een strat. Oké, okay, dan is het nu aan 5.9. Oké, okay, 5.9 is gekleerd. En dan gaan we naar 5.10. Ready? Go! Oké. Okay. Oh, dat kan niet. Oké. Okay. Oh, dat is goed. Je moet sidewaarts finishen. Oh. Ja, lief schat, ik kan nu niet finishen. Dat was 5.10 al. Dat was een korte afleveringetje. Ik wil namelijk nu gewoon een wereld per aflevering gaan doen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Wil je nou meer Monkey Ball zien? Laat je dan even horen in de reacties. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.